Jullie, dus ik ga in video Manam switchen. Vandaag zijn we weer terug bij de DRZ. De DRZ gaan we vandaag kuisen, want zoals jullie kunnen zien, hij is dus redelijk vuil. En we gaan hem vandaag een beetje kuisen, hè, zoals jullie kunnen zien. Niet tot in de details, maar toch goed genoeg. Ja. Oké, jongens, dus laten we hem maar eerst even afspuiten, hè. Lijkt mijn beste idee. Hè. Al het vuil erop. Of toch in zover het kan. Het blijft goed plakken, precies. We gaan niet op die plekken komen. Ah jee, toch niet zoveel mogelijk vermijden. Waar we beter niet kunnen komen. Oké, nu dat we hem toch een beetje hebben afgespoeld, gaan we hem nu een beetje inzepen, zodat het vuil een beetje eraf valt en zo. Zie je? Ik kus hem nu, mensen, omdat ik toch weet dat ik even niet ga rijden met de DRZ. Maar als het morgen echt opeens super goed weer is. Maar natuurlijk wel, maar daar mogen we in België niet te veel op hopen. Hè. Daarom ik hem nu kus. Het is altijd leuker om mijn proper bike te rijden dan mijn vuil. Zo, mijn auto. Dat is mijn persoonlijke mening, toch? Ik weet niet hoe jullie daarover denken. Straks gaan we allemaal die kleine dingetjes nog en zo. Niet detail, maar toch. Oké, jongens. En als jullie dat gedaan hebben, kunnen we natuurlijk beginnen met afdrogen. Nu ga je waarschijnlijk liggen met zo'n klein doekje die al vuil is, maar ik heb niks anders. Dus wat je ook kan doen is gewoon eventjes laten druppen. En wanneer er alles een beetje gevallen is, kunnen we afdrogen. Hè. Zo jongens, nu dat het meeste eraf is, vind ik het wel prima zo. Hè? Ja, ik vind het wel prima. Natuurlijk zijn er nog wel van die natte plekken en zo, maar die drogen vanzelf wel op. Moet gewoon zien voor de velgen dat er geen kalkaanslag of zoiets. Ja, ik had dat toch bij mijn daks, op die Chromé velgen. Daar kwam een kalkaanslag omdat ik daar te lang water op liet. Ah, daar moet je ook eens goed afdrogen dan. Hè? Zo jongens, die is weer proper. Hè? Ga ik gewoon nog de velgen afkuisen en zo, maar dat laat ik niet in deze video natuurlijk. Hè. Dus ja, vond jullie de video leuk? Laat dan zeker een like. Vergeet niet te abonneren hier beneden. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Hè. Ciao.